Goeiedag, het is een onstuimige woensdag. We hebben te maken met storm, zelfs een zeer zware storm. Want op IJmuiden is al een uur lang windkracht 11 gemeten. Daarnaast ook zeer zware windstoten. En dat zorgt toch voor flink wat problemen deze ochtend. En ook nog wel in de middag. Laten we maar eens gaan kijken hoe de situatie nu is qua waarschuwingen. We hebben een echte code rood uitstaan voor Noord-Holland, voor Flevoland en ook voor Friesland. En de provincies daaromheen hebben te maken met code oranje. Ook Zuid-Holland heeft te maken met code oranje. En in het zuidelijk deel van het land hebben we te maken met een code geel. Daar is de wind beduidend minder aanwezig. Maar veel wind dus vandaag. En dat betekent dat er in de loop van de dag toch ook wel grote problemen zullen gaan ontstaan. Dit is globaal het beeld dat wij nu hebben. In dat gebied waar ook Code Rood van kracht is, houden we rekening met windstoten van 100 tot 130 km per uur. Dan een zone met 80 tot 100 kilometer per uur. En in het zuiden het meest rustige. Maar ook daar zijn natuurlijk windstoten van 60 tot 80 kilometer per uur. En met name in dat noordwestelijk deel kunnen ook af en toe nog zeer zware windstoten voorkomen van net boven de 130 kilometer per uur. En dat levert natuurlijk allerlei problemen op. Om negen uur hadden we te maken al met zeer zware windstoten langs de kust. Op IJmuiden is inmiddels al een windstoot van 146 kilometer per uur gemeten. En dat is de zwaarste windstoot die we ooit gemeten hebben in een zomerstorm. Een zeer zware storm overigens ook uh, bij IJmuiden daar, die windkracht 11. En ook dat is een record, want sinds we de wind meten op een goede manier, en dat is uh, ja, het begin van de vorige eeuw al, is er nog nooit zo'n zware zomerstorm geweest. En die wind die gaat ook nog elders toenemen, want het lage drukgebied dat voor die wind zorgt, dat trekt in de ochtend en middag van zuidwest naar noordoost. En aan de zuid van Zien we heel duidelijk dat windveld voorbij schuiven. En dat windveld dat trekt dan aan het eind van de middag Nederland weer uit. Ik zoom even in. Ik ga even niet naar het zuiden kijken, omdat het daar relatief meevalt. Maar als we even in detail gaan kijken naar die Noordwestkust en ook naar de noordelijke provincies, dan zien we dat lage drukgebieden dus opkomen. Het is momenteel dan zo'n beetje voor de westkust van Nederland aanwezig. En om tien uur zien we ook dat windveld. En die paarse kleuren, daar zijn dus windstoten mogelijk van boven de 130 km per uur. Ook op het Markermeer en IJsselmeer. Heel veel wind en zeer zware windstoten. Ook hier verwacht ik eigenlijk dat er enige tijd storm komt te staan. Ook in Flevoland zal het flink gaan waaien. Als we dan het patroon weer in beweging zetten, dan zien we dus dat dat windveld geleidelijk aan naar het noordoosten wegtrekt. In het zuiden wordt het rustiger. En dan aan het eind van de middag is dat windveld verdwenen en kunnen we de schade gaan opmaken. Want ik verwacht best wel dat er flink wat schade zal zijn in en om het huis. Zorg dat de spullen opgeborgen zijn en eventueel ook vaststaan. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen al aan het kamperen. Op de campings is het ook goed uitkijken. Schade door bomen die vol in het blad staan. Ja, het zijn echte windvangers momenteel. En dat betekent dat uh, ja, ze natuurlijk takken kunnen kwijtraken of misschien wel helemaal omwaaien. Het is niet zo verstandig om nu een auto onder een boom te parkeren. Ik sluit ook niet uit dat in het noordwesten van het land er ook schade aan huizen kan ontstaan. Dakpannen bijvoorbeeld is typisch zoiets wat bij dit soort windsnelheden naar beneden kan gaan komen. Het moet ook duidelijk zijn dat het natuurlijk niet een constante wind is. We hebben het over windvlagen, over rukwinden. Af en toe die hele hoge snelheden. En dat maakt het ook allemaal een beetje onvoorspelbaar. Uh, en ook uh, ja, de ervaring die je met die windstoten hebt, die zullen dus van plek tot plek sterk verschillen. Nog even wat andere dingen die ik wil benoemen. Ja, het verkeer zal ongetwijfeld last hebben van deze zware tot zeer zware windstoten. Lege caravan, of lege vrachtauto's kunnen misschien wel omwaaien en op pad gaan nu met een caravan of een aanhangwagen. Het is niet heel verstandig. Het is zelfs dusdanig dat uh, de treinen een deel van de dag veel minder rijden, of zelfs helemaal niet in het noordwesten van het land. En ook het vliegverkeer kent ernstige hinder. Goed, dat is allemaal voor vandaag. Dus die zeer zware windstoten. Hoe ziet het er dan morgen uit? Vind ik toch wel even belangrijk om te benoemen. Het lage drukgebied pakken we op woensdagmiddag 2 uur. Dat trekt dus geleidelijk aan weg naar het noordoosten. En dan wordt het vanavond een stuk rustiger. Kunnen er best nog wel een paar buien vallen. Maar het wordt overwegend droog. En die wind die neemt dus sterk af. En dat betekent dat we morgen weer een heel ander weerbeeld gaan krijgen. Dan wordt het zo'n 19 tot 23, misschien wel 24 graden in het land. Zijn er flinke zon periode en waait er een matige zuidwestenwind. Morgen dus alles weer voorbij. Vandaag goed uitkijken in het verkeer onder andere vanwege het weer code rood in het noorden en noordwesten van het land. Nog een fijne dag.